Wat vindt u van al die coronabewijzen? Ik wist niet dat er zoveel was. Ik maak zelf alleen gebruik van de corona-check-app. En ja. Waar gebruikt u die voor? Voor de vakantie. Voor als ik naar het buitenland op vakantie ga. Dan is het handig dat je zo'n app hebt. Ja, precies. Ja. En is dat volgens u een garantie dat je het niet kunt krijgen of niet kunt overdragen? Nee. Die garantie heb je nooit natuurlijk. Dat je geen corona kunt krijgen. Maar wist u dat het er zoveel waren? Nee, dat zeg ik. Dat wist ik niet. Of is het gewoon een andere benaming voor één en hetzelfde? Nee, want het ene is bijvoorbeeld een corona-toegangsbewijs. En het andere is een bewijs om naar het buitenland te kunnen. Of ja, vanuit precies. Het buitenland naar Nederland te kunnen. Ja, precies. Ja. En de ene is weer voor de toegang op een terras. Of de toegang in een theater. Ja. Het begint mij een beetje te duizelen allemaal. Ja, dat bij mij al heel lang. Nou, ik ben op elk bewijs ben ik tegen. Ik sport zelf ongeveer 5 keer in de week. Ik vind ook dat ze eigenlijk sporten, voeding, et cetera, dat ze daar beter hun geld in kunnen steken om dat te bevorderen. En dan wordt de zorg minder overbelast. Ja, het is wel een beetje te veel van het goede, vind ik. Hoi. Als ik zo het lijstje allemaal bekijk, coronasneltest, QR-code. Ik heb dan een QR-code. En dat is niet alleen voor veiligheid van mezelf, maar ook voor anderen. Dat moet het uitgangspunt zijn. Dat ze allerlei andere bewijsmateriaal daarbij willen voegen, dat vind ik een beetje doorgeslagen. Maar er moet eigenlijk gewoon een oplossing voor komen dat hun alleen dan die voorstelling kunnen volgen. En dat mensen die niet gevaccineerd zijn dan samen in zo'n theaterzaal zitten. En niet met mensen die wel gevaccineerd zijn. Dus dat het gescheiden wordt. Een toekomstscenario is dan volgens jou een voorstelling voor gevaccineerden. En even daarna een voorstelling voor niet gevaccineerden. Ja, gaan we die kant op? Dat denk ik wel. Ik vind het onzin. Wat vindt u onzin? Nou, dat je bij elke ding waar je naar binnen wil, dat je dan een QR-code moet laten zien of een test moet laten zien. Dat vind ik flauwekul. Ik ben het er wel mee eens dat als jij dus ergens naartoe wil, waar heel veel mensen bij elkaar zijn, dat je dus gevraagd wordt aan te tonen of je gevaccineerd bent of dat je negatief getest bent. Daar ben ik het wel mee eens. Dat houdt dus in dat als iemand met goede reden niet gevaccineerd wil worden of mag worden, dat hij dan geen toegang tot bepaalde dingen heeft. Ja, dat heeft hij wel als hij een negatieve coronatest kan overleggen. U woont in Duitsland? Ik woon in Duitsland, ja. Zijn daar ook zoveel coronabewijzen? Nou ja, je spreekt ja van die 3G-regeling, voordat je een restaurant wilt of een winkel. Auf bepaalte Sport of so, dann habt ihr die 3G-Regeln. Das ist ja genesen, geimpft und diese Test. En wanneer men niet geimpft is, dan darf man auch nicht ins Theater gehen, oder? Nee, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob es möglich ist, einen Test, wenn ihr einen Test macht. Ob es echt noch nodig ist, weiß ich nicht. Is volgens jou zo'n bewijs garantie dat je het niet kunt krijgen en dat je het dus ook niet kunt doorgeven? Nee, ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt. Want ik denk dat je het sowieso wel kan krijgen als je het moet krijgen. Dus dan kunnen de coronabewijzen net zo goed afgeschaft worden? Ja, dat betreft wel. Nee, en dat iedere keer dat testen, dat is ook niet goed. Het is ook net zo goed niet goed voor de neus dat je elke week maar zo'n stikje in de neus krijgt. Dat is ook niet goed. Ik doe het niet. Nee, maar wij hebben wel allemaal de prik gehad. Dus, alle twee. Ja, ik geloof er wel in. Ja. Men zegt dat je de klachten minder worden als je gevaccineerd bent, dat je het krijgt. Ja. Dus iemand die niet gevaccineerd is, mag dan niet op een terrasje gaan zitten? Nee. Of naar een theatervoorstelling gaan? Nee. Dan krijgen we wel een soort tweedeling in de maatschappij. Ja, vind ik ook. Is de aanpak dan wel goed? Vanuit de regering? Dat denk ik niet. Het geeft dus aan hoe zwalkend het ons regeringsbeleid is. Omdat ze niet goed tot een eenduidige corona-vaccinatiebewijs kunnen komen. Het verandert met de maand, dan is het dit, dan is het dat. En ik vind met name nu met de corona-toegangspas of bewijs, met name voor de horeca en dergelijke,
Ik vind klinkklare onzin. Nou, de horeca, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als je allemaal die festiviteiten ziet en je ziet de Formule 1, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die mensen het echt zat zijn dat daar zoveel controle moet plaatsvinden, want dat kost allemaal geld. Ja. Dus dan zou ik zeggen, afschaffen maar. Ja. Verantwoordelijkheid. Sommige mensen zeggen, zo'n bewijs is toch een soort schijnveiligheid, want je kunt het doorgeven en je kunt het krijgen, ondanks het bewijs. Ja, maar ik denk alleen maar, ik zeg alleen maar hoe ik er zelf over denk. Wat een ander denkt, moet hij zelf weten. Als u nou premier was of minister van Volksgezondheid, hoe zou u het dan aanpakken? Gelukkig ben ik geen premier, daar ben ik ook helemaal niet. Ik zou zeggen, kijk eens naar de Scandinavische landen. Hoe krijgen ze daar die mensen met allemaal de neus één en dezelfde kant op? Neem daar een voorbeeld aan. Dus dat is een beetje de makker van Nederland, dat de neuzen niet allemaal dezelfde kant op staan? Ja. En er dreigt natuurlijk min of meer een tweedeling in onze samenleving. Die is er al lang. Die misschien is er al wel lang. Een drie- of vierdeling. Oh, dus die staat los van de coronabewijzen? Ja, het heeft met onze mentaliteit te maken, zit in ons. Nou, dat klinkt heel interessant, maar wat is die mentaliteit dan volgens u? Omdat wij denken dat wij maar overal mening over mogen hebben, dat mag ook. Maar dat ook de waarheid is en dat is natuurlijk niet zo. De waarheid ligt natuurlijk wel een beetje in het midden. Juist, ja. Dank en ik wel. Vind in het algemeen belang, mag je jezelf wel eens iets terugzetten. Niet allemaal ik, maar ook denken aan het maatschappelijk belang. Van Nederland. Ik hoop dat uw boodschap in Den Haag overkomt. Dat hoop ik ook.